Welkom bij Hypeploeg. Het bedrijf Hypeploeg produceert garnalen en die gaan de hele wereld over. We zijn een van de grootste in Europa. Hypeploeg is een relatief grote organisatie, maar het voelt klein omdat iedereen wel aanspreekbaar is. Mensen helpen elkaar waar het nodig is. Je staat nooit alleen. Zijn er problemen, dan kunnen we het altijd behandelen. Kijken wat we daar aan kunnen doen. Ja, en iedereen wordt met respect behandeld waar je ook vandaan komt. Ik heb hiervoor Hypeploeg moeten komen werken, heb ik geen opleiding gevolgd. Ik ben begonnen in de productie en ik heb wel intern kleine opleidingen gevolgd. En van daaruit ben ik hier op het kantoor begonnen. Ik heb zelf voor 2 jaar terug mijn vaderopleiding via Hypeploeg gehaald. En dat laat ook zien dat Hypeploeg echt bereid is om jou daar ook in te helpen. Om jezelf verder te gaan ontwikkelen. Als jij ervoor open staat en je altijd goed presenteert in je werk. En de leidinggevenden zien dat. En dan zijn er vaak wel mogelijkheden om door te groeien bij Hypeploeg. Ik denk dat het een belangrijke eigenschap is dat je snel kunt schakelen. En dat je bij problemen snel een oplossing weet te vinden. De dag kan heel rustig beginnen, maar binnen 10 minuten kan de mailbox exploderen. Dat je allemaal verschillende dingen tegenkomt waar je wel snel om moet gaan handelen. Ik zou andere mensen aanbevelen om bij Hypeploeg te komen werken. Omdat je hier een boel vrijheid hebt in hoe jij je werkzaamheden indeelt. Het leuke vind ik dat je kan werken met de nieuwste technieken die we hier gebruiken. Het is een bedrijf wat niet stilstaat. Dus we zijn steeds aan het uitbreiden en aan het vernieuwen. Bij Hypeploeg is er een informele werksfeer. Iedereen spreekt elkaar aan met voornaam. We hebben gewoon met iedereen in de fabriek contact. Hè, beneden op de werkvloer, met hogerhand. Je kent eigenlijk de hele fabriek wel een beetje. Ik vind het heel fijn om hier te werken. Leuke collega's. Buiten het werk zien we elkaar ook wel. We gaan wel eens bowlen, uit eten. We hebben het gezellig met elkaar, maar ook als er geen ergens meer zit, de andere die helpt. Springen in als een andere druk heeft, dan help je elkaar. Nemen dingen van elkaar over. Ja. Dus ja, de sfeer is gewoon top. Word jij mijn nieuwe collega?